Ja, dan heel ander nieuws. Ondanks het paddo-verbod van minister Klink zijn er nog volop hallucinerende middelen te koop die hetzelfde effect hebben als paddenstoelen. Smartshops verkopen paddo-doe-het-zelf pakketten waarmee je thuis paddo's kunt kweken. Het CDA vindt dit onacceptabel en eist nu een totaalverbod. De smartshops willen liever niet dat we met een gewone camera langskomen en dus hebben we de verborgen camera gebruikt. De paddo's heb je niet meer, hè? Maar... alleen truffels. Truffels? Dat is hetzelfde toch? Ongeveer, of niet? Ja, er zit dezelfde stof in, ze maar. Ja. Psilocybe. En sommige truffels, daar groeien paddenstoelen uit. En sommige truffels die blijven gewoon zoals ze zijn. Ja. En dat geeft een beetje een MDMA-ecstasy-achtig gevoel. Ja. Dat een beetje euforisch, het al een beetje gevoelens, lekkere body high. Minister Klink heeft al wel een paddo-verbod ingesteld, maar daarmee weinig opgelost. Er zijn nog zoveel andere middelen met dezelfde hallucinerende werking. Die middelen zijn nog steeds te koop, want ze zijn niet verboden. De truffel kun je ook apart kweken zonder dat je de paddo zelf kweekt. En in de wetgeving zijn de paddo's opgenomen, maar niet de bijproducten. En ik vermoed dat daardoor een soort hiaat in de wet is waardoor deze nu verkocht kunnen worden. Minister Klink verbood de paddo's na een aantal incidenten met toeristen die na het eten van paddo's zijn overleden. Als toeristen nu nog een paddo-ervaring willen, dan kunnen ze een doe-het-zelf pakket kopen om de paddo's zelf te kweken. Er zijn toch meer de toeristische sector die kits kopen, ja, ten opzichte van de Nederlandse mensen. Ja, die nemen ze dan mee naar Londen, ja, om het zo te zeggen. Bijna alle landen van Europa mag je ze meenemen, maar ja, ook wel buiten Europa, maar welke het allemaal zijn, weet ik niet. Ook de truffels vinden gretig aftrek. En dat maakt het paddo-verbod een wassen neus, vindt de vereniging van smartshops. Kijk, die minister die denkt in zijn afstandelijke tegenkamer gedoe, denkt hij dat hij de natuur kan verbieden. Maar moeder natuur is zo ongelooflijk overvloedig in het produceren van allerlei stofjes, dat het niet veel moeite zal kosten om een verbodscultuur van deze overheid altijd te omzeilen met nieuwe producten. Toch pleit het CDA nu voor een verbod op alle hallucinogene middelen. Als dit hetzelfde effect heeft als een paddo, dan moet je hem natuurlijk ook als een paddo behandelen. Ja, dat is een rare kronkelpolitiek, is altijd zo. Sorry? Het is een kronkelpolitiek, hè? Zometeen, Obama is op weg naar het Witte Huis.